Wat maakt het Vuurlinie zo uniek? Het maakt ons uniek eigenlijk, ja, dat zijn verschillende dingen. Dat is de locatie. Als je hier achter mij kijkt, achter het restaurant, een supermooi uitzicht. Groen, UNESCO-erfgoed. Het is het Muziekfort, een onderdeel van de stelling van Amsterdam. Dus qua locatie supermooi. Daarnaast makkelijk bereikbaar aan de A9 en ook nog in de buurt van een bedrijventerrein. De ANWB fietsroute komt voorbij. Nou, het is een combinatie eigenlijk van factoren. Voor de kleintjes is er volop wat te doen, zowel binnen als buiten. Dus ja, dat maakt ons denk ik uniek. Wat is hier allemaal te doen? Nou, natuurlijk goed eten, goed drinken. Dat is de bedoeling. Maar als je wil weten ook voor wie en dergelijke, een zakelijke afspraak is helemaal niet raar. Zeker met het bedrijfsterrein hier voor de deur. We hebben zelfs boven een aantal zaaltjes die zijn te gebruiken voor vergaderingen, maar ook voor familiefeesten. Andere partijen waar je gewoon privé een ruimte wil huren of gebruiken. Verder, ja, het is kindvriendelijk, dus er zijn speeltoestellen zowel binnen als buiten en een kinderbioscoop. Dus de kinderen zijn zeker welkom. Hiernaast hebben we Vuurlinie Events. Wat is de link tussen jullie? Nou, natuurlijk zijn wij buren, maar wij werken zeker samen en de terrassen zijn aan elkaar gekoppeld. Dus heb je bijvoorbeeld een kinderfeestje, familiefeest of een bedrijfsfeestje gehad bij Vuurlinie Events, dan kunnen we altijd zeggen, als je nog lekker wil eten, dan kan je naar de gasterij toe. Ja, we zullen misschien ook wel zelfs personeel uitwisselen. Dus ja, beter goede buren dan een verre vriend, zeggen ze wel eens. En wie zijn allemaal betrokken bij de opstart van het bedrijf? Nou, we hebben een vaste managementteam. Daarbij betrokken zijn natuurlijk een chef-kok. Nou, we hebben een hele goede chef-kok aan weten te trekken, die eigenlijk al van een hoger niveau komt en nu eigenlijk lekker in de buurt wil werken, maar zeker weet wat goed koken is. Betrokken een gastheer, wel bekend hier in de omgeving, Piet Nijman. Die zal de gasten ontvangen, in de watten leggen en zorgen dat ze echt een heerlijke avond of middag hier beleven. Verder mijzelf natuurlijk. Ik zal zorgen dat achter de schermen de boel gestructureerd verloopt en dat we met z'n allen dezelfde kant op werken. Dan hebben we nog te maken met Mariella. Zij is de floor manager bij Vuurlinie Events. Maar ja, zeker in samenspraak organiseren we dingen. En dat is denk ik eigenlijk het vaste team. En daaromheen hangen heel veel parttimers. Maar het vaste team, die zijn heel nauw betrokken om dit tot een succes te gaan maken. Wat willen jullie bereiken met deze gasterij? Wij willen bereiken dat iedereen hier gewoon op een hele leuke manier een borrel kan drinken, een lunch kan hebben of lekker kan dineren met zijn familie of vrienden. En wij willen zeker een succes in de omgeving gaan worden op gasterijgebied. Hebben jullie al een positieve of negatieve reacties ontvangen van mensen die hiervan af weten? Ja, heel positief. We krijgen veel aandacht. We hebben al kranten gehad, veel social media aandacht. Daarmee zijn we misschien ook wel een beetje uniek in de horeca. Eigenlijk al mensen die bij ons graag willen werken, zonder dat we daar aandacht aan hebben besteed. Dus ons keukenteam is al bijna compleet. Voor de bediening hebben we al zelfs sollicitatierondes gehad, terwijl er nog niks naar buiten is gekomen. Maar we hebben nog mensen nodig, zowel voor bediening als in de keuken hulpjes. We hebben voor de animatieteam mensen nodig en zoals ik al eerder vertelde, we hebben kruisbestuiving met Vuurlinie Events hier naast me. En ook zij kunnen nog wel mensen gebruiken, want ik denk dat we een populaire locatie gaan worden. Althans, dat hopen we. Dus ja, zijn er mensen die interesse hebben? Ik zou graag in contact met ze willen komen. Op welke manier dan ook. Bellen, mailen, faxen, het mag allemaal. Info@gasterijvuurland.nl